Oké, okay, we gaan beginnen. Let op de veer. Ja, we gaan hem spannen en ontspannen. Span en ontspan. Spannen en ontspannen. Kortom, het gaat hier over spannen en ontspannen. En wat heeft dat te maken met een bal? Nou, als een bal stuitert, dan veert hij ook in. Goed, we laten even 6 meter hoogte vallen. 509 gram, waarom eigenlijk 509 gram? Oh, kijk, dat is mooi. De zwaartekracht is dan precies 5 newton. Ja, want de massa moet natuurlijk in kilogram. We maken even een grafiekje. Een grafiek van de kracht als functie van afstand. Hoe zou zo'n grafiek eruit zien? Ja, denk eerst eens na, zet de video even stil en denk eens hoe zo'n grafiek eruit moet zien. Het is niet moeilijk. Ja? Oké, hij begint natuurlijk bij S is 0 en de kracht is dan die 5 newton. Als die bal 1 meter gevallen is, dus 1 meter dichter bij de grond, hoe groot is dan de kracht op de bal? Ach, nog steeds 5 newton. En als hij weer een meter gevallen is, ja, dan nog steeds 2 bij 2 is hij nog steeds 5 newton. En je begrijpt het, iedere keer is de kracht gewoon 5 newton. Dat is in feite een hele saaie grafiek. Het is één rechte lijn. Waarom dan iets saais? Nou, het is heel mooi dat je nu kunt zien naar het oppervlak eronder. Want het oppervlak van zo'n saai ding, een rechthoek, is lengte keer breedte. En lengte keer breedte, dat is hier F maal S. En dat is dus arbeid. De arbeid kun je dus ook bepalen door het oppervlak onder de grafiek te bepalen. En dat is soms wel eens makkelijk. Want als je bijvoorbeeld zoiets hebt dat de kracht niet constant is, dan kun je het niet berekenen. Want ja, arbeid is F maal S maal die cosinus alfa, maar wat moet je voor F dan invullen? In dit geval kun je F wel bepalen door de oppervlak eronder te bepalen. Ja, soms is wat hokjes stellen, maar je kunt in ieder geval wel een indruk krijgen van hoe groot de arbeid is. Spannen en ontspannen heeft natuurlijk alles te maken met een veer. Kijk, hier hebben we een veer. En we doen een meetlat hierbij. Zo kan ik ook meten hoeveel de veer uittrekt. En een grafiek, die FS grafiek weer. Alleen in plaats van S doe ik een U, de U van uittrekking. Een veer. Nou, als de uittrekking 0 is, is de kracht natuurlijk ook 0. Voor de veerkracht, hoe kon je die ook weer berekenen, hebben we ooit een keer gehad. En dat was F is C keer U, hè, waarbij C de veerconstant is. En nou, laten we hier nemen op een 16 newton per meter. Dan kan ik dus, als ik kracht weet, de uittrekking berekenen met F gedeeld C. Mooi. Ik doe even 2 newton eraan. Ja, ik trek hem met 2 newton naar beneden toe. En dan krijg ik dus een uittrekking van 2 gedeeld 16 is 0,125 meter. Ja, oftewel 12,5 centimeter. Goed zo. Zo, ja. En dat kan ik dus daar ook op kwijt. Als nou de kracht 2 keer zo groot wordt, ja, 4, dan wordt natuurlijk de uittrekking ook 2 keer zo groot. En, hoppakee, daar hebben we weer een meetpunt in de grafiek. 6 newton, dan wordt de uittrekking ten opzichte van die 2 newton 3 keer zo groot. Oké, 3 keer zo groot. En 8 newton, ja, dan 4 keer zo groot. En daar staat je weer. Je ziet weer een mooie rechte lijn, nu scheef omhoog. Zo, dit is de grafiek. En dan ga ik kijken naar het oppervlak eronder. Het oppervlak onder zo'n grafiek is natuurlijk weer de arbeid. En oppervlak van een grafiek is bij een driehoek halve basis keer hoogte. De basis is hier u, de hoogte f, dus het is een half keer u keer f. Maar, kijk eens aan, als ik nou voor u, sorry, voor f dit invul, f is zeker u, zo,
en ik herschrijf het een beetje, dan krijg ik dus een half cu². Kortom, arbeid bij een veer is een half keer c keer u in het kwadraat. Waarbij u de uitrekking is, let op, wel in meters natuurlijk, c de veerconstante in newton per meter en w is de arbeid die nodig is dus om die veer uit te rekken. Je hebt arbeid nodig om hem uit te rekken. Nou, dit lijkt niet op veel arbeid, dit lijkt meer op ontzettend ontspannend genieten. En dat is inderdaad ook wel eens echt het einde. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het bekijken en tot ziens!